Goedemorgen allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag. We hebben vandaag de vlucht vanuit Chimay, dus 329 kilometer voor ons. We hebben 7 duiven mee, 4 doffers en 3 delfinnen. Ze zijn vanmorgen gelost om 8:30. Het is nu 10 uur, dus verwachten ze rond 12:30 zo'n beetje, denk ik. Dus vanaf dan gaan we kijken. Kom aan, kom, 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 kom aan, kom. 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 Kom maar. Nou, we hebben nu 6 van de 7 duiven thuis. En de eerste niet meer aangewezen, helaas niet. Maar het was wel een hele vroege. Momenteel staan we nog 24ste in de afdeling. En een derde in de vereniging. Dus ik hoop dat het een beetje zo blijft. Dat is natuurlijk de mooiste prestatie tot nu toe. Dus daar ben ik super blij mee. Deze delfin was de eerste. Normaal gesproken was ze altijd de laatste. Maar nu is het mooi vroeg. En echt vroeg. Nou, deze doffer, de 8:25, was de tweede. En toen deze doffer, de 8:32, de aangewezen. En toen kwam deze doffer, ook een aangewezen. Deze doffer, nee, ze hebben de veer was ook nog een aangewezen, maar die is er nog niet. Dus 6 van de 7 thuis. Nou, alle duiven thuis. Hier in de klok. Ja, 6:21, mooi vroeger. Nou, laatste vinden ze ook thuis. Dus, we houden daar thuis. Nou, we hebben de vinden er even weggehaald. We gaan straks de doffers en de vinden even voeren. Het weer wel vandaag. We hebben de jonge duiven nog even los. Dus toen ook dat we die morgen 8 of 10 kilometer wegbrengen. We hebben ze al 2 keer een kleine kilometer weg gehad. Dus nu even een stukje verder. Het wordt morgen hartstikke mooi weer. Dus dat leek me wel een goed idee. Mocht je het nou een leuke video vinden, doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, kan hier beneden. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!